Hi, weegschaal, waterman en tweelingen. Welkom bij je tarot reading. Wat is dit nou weer? Mijn stem doet raar. Met Annemiek nu van Tarot en Zo. Ik ga een deck gebruiken van Masuru Emoto. Is eigenlijk helemaal niet bedoeld natuurlijk om de tarot ermee te gaan lezen. Maar vooruit, ik gebruik altijd alles zoals je weet van mij. En ik vind deze kaarten echt fantastisch. Het zijn allemaal foto's. Foto's van kristallen. En hij heeft water bevroren. En op de kopjes heeft hij woorden geschreven. Zoals haat en liefde. En heeft hij gekeken wat dat deed met de kristal. En als je dus een rotwoord op water schrijft, dan beïnvloedt dat dus de essentie van het water, de kwaliteit van het water. Dit is natuurlijk mega interessant. Dit is misschien wel de grootste boodschap voor deze week. Het is mega interessant omdat je voor 60-70% uit water bestaat. Dus als jij positief over jezelf praat en in een positieve omgeving bent, een positieve muziek en muziekteksten beluistert en naar positieve programma's kijkt, of in elk geval neutrale programma's op televisie of op YouTube, dan scheelt dat dus enorm in je welzijn en in je bui. Yes, ik ga ze gebruiken om een thema te bepalen. Ik ga beginnen met weegschaal. Weegschaal, yes. Hallo. Heb je een goede verjaardag gehad? Mooi. voor jou heb ik twee kaarten getrokken. Ik ga beginnen met de eerste. Dat is hoop. En de kristal van hoop ziet er zo uit. Dit is dus echt, hè? Dit zijn dus echt foto's. Als je hier dus mee gaat mediteren of heel erg groot gaat, laat vergroten en dan op gaat hangen, dan krijg je dus die energie van hoop, de mooie energie van hoop krijg je bij je. Ik ga right away pakken wat dat verder voor jou betekent. Waar zit die hoop hem in? Weet je, de vliegen twee kaarten zo over mijn arm. Waar heb jij hoop over? Misschien weet je al van tevoren waar het over gaat. Oh mijn god. Heel kort door de bocht en klik niet meteen weg dat als je denkt dit gaat niet over mij. Want er gaan nog andere interpretaties van komen allicht. Maar heel erg kort door de bocht. Jij hoopt nog steeds dat die narcist die jou een gebroken hart heeft gegeven, dat hij bij jou terugkomt. Waterman toch? Of misschien, ben jij zelf een narcist? En heb jij iemands hart gebroken? Is diegene weggegaan? Tenminste, laat hopen dat diegene is weggegaan door dat gedrag van jou. En nu heb je er zelf een gebroken hart van. Schat, heel erg vervelend voor je, maar je zal eerst naar jezelf moeten kijken, wat heb jij gedaan? Kom ik nu bij de tweede kaart die ik net had, wijsheid en compassie. Wat ik net eigenlijk zei, dat is de wijsheid die je goed tot je door moet laten dringen. Of je nu het slachtoffer bent of de agressor. Als jij in een relatie hebt gezeten en het was daar niet helemaal heel erg fijn, maar je hebt nog steeds hoop dat het goed komt, wees dan nu zo wijs, neem deze wijsheid dan aan, dat je dus niet gaat hopen dat het goed gaat komen, want hij is niet goed voor je, of zij. Niet goed. Nee, niet goed. En misschien is hij dat dus wel vanochtend geweest, of een maand geleden geweest, of heeft hij je het leven gered. Er is geen reden om erbij te blijven elke dag. Nee. En dat als jij de agressor bent, als jij degene bent die de ander heeft weggejaagd en iemand een gebroken hart heeft gegeven, neem dat dus ter harte. Heb compassie voor diegene. En, dat geldt voor beide partijen, heb compassie voor jezelf. Als jij iemand pijn hebt gedaan in een relatie, als jij iemands hart hebt gebroken in een relatie,
dan ga dat eens toegeven aan jezelf, maar zeker ook aan die ander. En niet gaan toegeven dat als jij gigantisch mishandeld bent, hè, dan is deze boodschap dus andersom voor jou bedoeld, hè? Maar als jij degene bent die wel eens, of die constant, of die voornamelijk de relatie tot moes geprikt heeft met zwaarden, met oordelen, met mishandelingen, met slaan, met dreigementen. Zie in dat het jou, dat jij de oorzaak bent van die kapotte relatie. En dat als jouw hart daar dus ook van gebroken is, eigenlijk wil ik je feliciteren dat je kan voelen dat je hart gebroken is. Ondanks al het schuldgevoel wat er onbewust zit, misschien ook wel bewust, schaamte wat er zit. Wees zo wijs om compassie te hebben. Dat is eigenlijk die twee woorden samen in één zin. Wees zo wijs om compassie te hebben. Als jij slachtoffer bent, dan betekent dat vergeef. En dan kan je de clip zelfvergeving zien, die zal ik hier aan het einde posten. Hoe je kan vergeven, wat de beste manier is om te vergeven. Want vergeven kan je razendsnel terug naar huis brengen, naar je eigen hart, naar je eigen kracht. Naar de kracht in je. Het is sowieso gaaf dat het in me opkomt, omdat ik doorkrijg, dat die clip aan het einde gepost wordt. Want die is oorspronkelijk bedoeld voor 3 luchttekens, namelijk voor jou en voor tweelingen en voor, was die andere ook alweer? Oh mijn god, Waterman. Niet tegen Waterman zeggen. En waren hele goede lezingen. Dus mocht je meer van me willen zien, mijn readingen zijn energetisch, wat betekent dat je ze dus eigenlijk altijd kan pakken, naar kan kijken als je er toe aangetrokken voelt. Ik garandeer je dat er iets voor je in zit. Oké. Wat deze sessie voor jou wil zeggen is dat die hoop die jij dus gaat voelen de komende dagen, komende week, dat die... Ik wil er nog wel een kaart over pakken. Nee, bij dit dek. Wat is er met die hoop? Allicht weet je het antwoord al. Dat gaat dus niet gebeuren. Dat zou, als jij slachtoffer bent, als jij slecht behandeld bent door je ex, dan zou je niet moeten wensen dat het gaat gebeuren. En als dit niet over je ex gaat, maar over je huidige partner, dan geldt hetzelfde. Hè? De hoop dat het beter gaat worden. Oh, vrouwen zijn daar zo goed in vooral. De hoop dat het... Dat hij wel zal veranderen. Dat is jouw taak niet. En dat moet hij niet rondom jou doen. Zeg dan op zijn minst van ik ga bij je weg en over 2 jaar dan mag je me weer gaan, dan mag je me weer op een date gaan vragen. Beginnen we weer opnieuw. Dan kijk ik dan wel hoe je bent. Want de liefde zit er wel, bijvoorbeeld. En misschien zit hij er ook al helemaal niet. Snap je? En voor diegene die ervoor gezorgd heeft dat die andere weg is gegaan. Dat je diegene hebt weggejaagd met jouw egoïstische gedrag. Met je agressieve gedrag. Met je zogenaamd plagerige gedrag. Maar als alleen jij maar lacht om grapjes, dan heet dat pesten. Als die ander niet meelacht. En het is... nephoop voor jullie allebei, maar dat als je agressor bent, wat sowieso voor jouw eigen ontwikkeling fantastisch zal zijn, en wat die ander heel erg fijn zal vinden, is om te horen waar jij de fout in bent gegaan, dat je dat gaat toegeven. En dat betekent helemaal niet van dat je op je knieën moet en er een belachelijk melodrama van gaat maken, maar feitelijk, of misschien juist ook wel met emoties, als je dat nooit eerder hebt laten zien. Maar leg het niet bij die ander neer. Probeer dat eens niet. Heb eens een gesprek over wat jouw aandeel is geweest. Dat je kan zien dat de relatie gebroken is, verbroken is door jouw gedrag. En laat het dan open. En zeker voor diegene die slachtoffer is, die dus is weggegaan bij iemand. Die dus een relatie heeft verbroken omdat het gedrag bleef gewoon niet goed gaan. Heb ik deze kaart voor je. 2 maskers. Weet je, je kan wel hoop hebben, maar dat slaat helemaal nergens op. Laat die hoop alsjeblieft gaan. Want het enige wat het jou brengt, is een boel
Buitenkant. Misschien wil je hem terug vanwege het geld dat hij heeft. Of het aanzien, omdat hij een hoge status, een hoge functie ergens heeft. Dat zou nooit een reden moeten zijn om met je leven te spelen. Om je leven op te geven. Ja. Als die hoop, als je die dus hebt losgelaten. Of als je dus gesproken hebt met diegene, weegschaal. Het resultaat is dat jij een stuk meer tevreden en optimistisch in het leven zal staan. In zijn algeheel. Niet alleen met betrekking tot relaties en het andere geslacht. Of als je homoseksueel bent, hetzelfde geslacht. Omdat als jij vergeeft, deze kaart, Kelke 9, gaat ook over vergeving. Dus de kaart waarmee ik de clip Hart Meditatie open. Dit is de kaart die gaat over vergeving. Vergeef. Jezelf, die ander, ik vergeef mezelf dat ik zo lang ben gebleven. Ik vergeef mezelf dat ik niet de allereerste keer meteen ben weggegaan. Ik vergeef mezelf dat ik er niet veel eerder iets van heb gezegd. God is de liefde waarin ik mezelf vergeef. Dit is iemand die zich zowel goed voelt van binnen, als iemand die het aan de buitenkant goed heeft. Als je dus die hoop, juist als je dus die hoop maar loslaat, dan kan er namelijk iets nieuws op je pad komen. Voor jullie allebei. Yes. Nogmaals, aan het einde staat dus de clip zelfvergeving met prachtige readingen voor luchttekens. Dan nodig ik nu vast even speaker hoor. Weegschaal uit. Alsof ik het niet kan zien. Hier staat Gemini op de achterkant. Weegschaal uit. Yes. Dankjewel Weegschaal voor het abonneren, het liken, het doorsturen van de clip, de berichtjes hieronder en überhaupt voor het kijken. Tot de volgende keer. Er zijn astrologische posities van oktober en van november gemaakt. Allicht interessant om te kijken of om die alsnog te bekijken van hey, wat is er nu eigenlijk precies gebeurd? Ja? Oké. Ga ik nu tweelingen. Oké, ik hoop dat je het intro hebt gezien. Zo niet, ga dat eventjes bekijken. Want daar zit al een ongelooflijk goede tip in voor jezelf. Ja, dan ga ik ondertussen de kaart schudden. Oké, tweelingen. Je kan deze clip ook kijken als je maan, Venus in tweeling hebt staan. Of als het je ascendant is. Dat is heel erg krachtig. Ja. Aan het einde van deze clip heb ik in elk geval de clip staan van zelfvergeving. Dat is überhaupt fantastisch. Maar er zitten ook prachtige readingen in voor luchttekens. Dus ook voor tweelingen. Yes. Het thema van deze week, en ik weet absoluut welk seizoen we hebben, is zomer. Is zomer. Misschien ga je plannen en voor de zomer in 2022. Of misschien ga je ergens naartoe vliegen of reizen waar het zomer is. Misschien ga je naar Australië of misschien ga je in elk geval naar een warm land of een warmer land. Of misschien ga je in huis, de ketel gaat vernieuwd worden of nieuwe radiatoren worden opgehangen of je gaat de vloerverwarming krijgen of je gaat beslissen dat je dat allemaal wil hebben. Je gaat het warmer krijgen. En die warmte, dat zomergevoel komende week, kan er ook in zitten dat je dus gezellig met vrienden of met je partner, met je kinderen erover hebt. Van, goh, waar zullen we eens heen gaan? Oh, dan gaan we naar de zon, dan gaan we op het strand liggen bakken. En dan gaan we spelen, dan gaan we met de bal overgooien, met de frisbee overgooien. Superleuk. Dat is op zich al warmte voor je. Ja, mijn hemel. En wat trek ik? De kaart van de sneeuw. Pentakels 5. En de zwaarde 2. Allicht, toen ik dat net allemaal zei, oh Annemiek, ik kan het nog helemaal niet voor me zien hoor. Dat is jouw probleem. Jij kan niet voor je zien dat ook al gaan we dus de wintermaanden in, dat het licht, de zon, toch wel schijnt. Je kan het niet zien. En wie heeft die doek omgedaan? Nee, niet je partner. Nee, niet de maatschappij. Nee, niet je baas. Nee, niet je kinderen. Niet je ouders. Jijzelf. Je hebt hem zelf
omgaan. En ik voel dat er nu meer dat, er meer. Dat er iets meer zakt bij jou. Mooi. Voel maar even bewust dat je zit of dat je staat. Dat je voeten even goed voelt. In je billen. En wees je even bewust van je ademhaling. Of die nu snel of langzaam, hoog of laag zit. Zie maar even waar die zit. En hoe. En adem dan dus heel diep in je hart. En laat het los. Je schouders. Zeker als je alleen bent, kan je het best wel doen. Even belachelijk hoog en dan loslaten. Dan zak je wat meer in je hart. Kom eens hier, joh. Kom eens hier. Waar kies jij voor? Kies jij ervoor dat het nacht is, dus dat er geen zon schijnt, en dat het sneeuwt, dus dat er geen zon schijnt? Of kies je ervoor om die blinddoek af te doen en te zien dat het licht er altijd is? Je hoeft je bui niet af te laten hangen van het weer. Oh, en ik weet af hoor van vitamine E, dat je je lekkerder gaat voelen als je de zon op je kopje hebt gekregen, et cetera. Maar het zit hem voornamelijk in hoe je denkt. In waar je naar kijkt. Zij heeft twee zwaarden vast. Het zwaard van het ego en het zwaard van het hogere zelf. Waar kies jij voor? Voor welke manier van denken kies jij? Allemaal Annemiek, je begrijpt mijn probleem niet. Wow, dat is ego. Ja, jij makkelijk praten, want wow, dat is ego. Het gaat me toch niet lukken, wat? Ego. Waar kies je voor? En desnoods zeg je het gewoon hardop, de hele dag door. En zie dan maar eens hoe geweldig en warm je je morgen voelt. Ik kies voor zon. Ik kies voor warmte. Ik kies voor liefde. Ik kies voor het hogere zelf, of hoe je het ook wil noemen. Ik kies voor het hart. Ik kies voor mijn kracht, mijn vuur. Ga maar affirmeren. Ga dat maar eens een hele dag zeggen tegen jezelf. Of een hele avond of een hele ochtend. En dan zul je zien, een paar uur later of de volgende dag, hoe geweldig je je voelt. Hoe warm je je voelt. En als je dus die zomervakantie gaat plannen. Daar waar je tot nu toe voor hebt gekozen, wacht er nog mee om te boeken. Omdat ik dus die vrouw trok, die de zwaarde 2 gaat over dat je nog net niet genoeg informatie hebt. Er gaat nog informatie aankomen. Ja, dus je gaat nog een betere deal vinden of een betere bestemming vinden. Of je komt erachter dat je kind of je partner het eigenlijk helemaal niet leuk vindt om daarheen te gaan. Zoiets. Je hebt nog iets meer informatie nodig. Maar op zich wel geweldig dat je wil gaan boeken en dat je ermee bezig bent. Maar doe dat dus positief. Ik kies voor warmte. Ik kies ervoor om de clip die hierachter staat ook te bekijken. Ik kies ervoor om me te abonneren. Ik kies ervoor om de clips door te sturen naar al mijn vrienden, al mijn familieleden, al mijn kennissen. Dankjewel. Ik kies voor liefde. Ik kies voor lol. Ik kies voor warmte. Ik kies voor licht. Ik kies voor licht. Ik kies voor licht. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het kijken. Ik zie je de volgende keer weer, tweelingen. Dan nodig ik nu alvast Waterman uit. Yes. Hi, Waterman. Ik raad je aan het intro even te zien. Want er zit een hele goede, echt een levenstip in. Waar je voor de rest van je leven iets aan hebt. En dat zal ook meteen verklaren waarom ik met de kaarten begin. Waarmee ik begin. Waterman, wat is het thema voor jou van de komende week? Waterman, nou. Waarheid, prachtig, waarheid. Waar heb jij de waarheid niet gesproken? Waar ben jij oneerlijk geweest? Ik wil, die kaart heb ik beneden liggen. Ik ga even Animal Spirit Oracle erbij halen. Waar ben jij niet eerlijk geweest? Tegen wie heb je gelogen? Tegen wie heb je zitten te manipuleren? Ik krijg de tijger op zijn kop. De witte tijger. Hij viel je aan. Zag je dat? Hij vloog zo naar je toe. De witte tijger is iemand die staat voor iemand die
uniek is. Want dit is bijzonder, een tijger. Een witte tijger. Een tijger helaas überhaupt ook al. En wat er zo ontzettend bijzonder aan is, is dat hij heeft een maantje op zijn derde oog. En normaliter kan hij de dingen heel erg helder zien. En dat wil je eigenlijk ook. Je wil de dingen heel erg helder zien. Ah, dit is de clue voor jou. Wat jij niet beseft, is dat als jij liegt, dat doorwerkt op elk gebied van je leven. Namelijk, het werkt door in hoe jouw brein voor jou werkt. Als jij het gaat besmeuren met geen wijsheid, niet je intuïtie vertrouwen, niet helder de dingen voor ogen zien. Denken dat je het allemaal wel weet zonder de feiten te checken of zonder op de gevoelens van anderen te letten of waar dit voor jou ook om gaat. Als jij niet de waarheid spreekt naar jezelf of naar een ander, dat maakt niet uit. Dan maak je jezelf onhelder. En wat jij wil is juist klaarheid. Je wil de waarheid weten. En nu zal je denken, ja maar Annemie, ik weet heel erg zeker dat het zit me zo dwars dat hij of zij tegen mij gelogen heeft. Dat hij of zij mij heeft proberen te manipuleren door te zeggen, als jij dat niet gaat doen, dan ga ik dat en dat doen. Ah, dat doe je toch wel voor mij, daar ben je zo goed in. Dat is manipuleren. Als je kinderen hebt, hoe probeer jij je kinderen aan het afwassen te krijgen? Aan het opruimen te krijgen? Op tijd naar bed te krijgen? Als jullie nu lief zijn, dan krijgen jullie zometeen. Dat is manipuleren. Dat is onhelder. Een kind behoort gewoon naar je te luisteren. Waar heb jij de waarheid niet gesproken? Ik ga stoppen met deze clip, want ik vind dit eigenlijk een mega goede vraag voor jou, Waterman. Waar heb jij de waarheid niet gesproken? In deze clip staat staan andere readingen voor luchttekens, dus ook voor Waterman. En aan het einde, dus echt prachtig, prachtig. Ik verwijs altijd zoveel mensen daarnaar. Ik kijk er zelf ook nog wel eens naar. De laatste 10 minuten gaan over zelfvergeving. Hoe gelukkig wil je zijn? Hoe helder wil je zijn? Hoeveel helderheid wil jij hebben over een bepaalde situatie? Dat ga je niet krijgen zolang je zelf niet helder bent. En het thema van deze week voor jou is dat het bij jezelf ligt. Eerst moet je opruimen, weer recht trekken waar je zelf over gelogen hebt. Waar je zelf niet eerlijk bent geweest of iets verzwegen hebt naar iemand. Yes. En dan even right away. Dan kan je er trots op zijn wat je gezaaid hebt. En dat is dan wat geoogst gaat worden. Want als jij leugens vertelt, is dat ook wat je krijgt. Krijg je onhelderheid in je leven. Dan trek je dat soort mensen aan die daar open voor staan. En die dat allicht zelf ook doen. Maar als jij vanaf nu zegt, ik ga alleen nog maar de waarheid spreken. Dan is dat ook wat er op je pad komt. En dan kan je oogsten. En veel oogsten. Het gaat doorwerken voor jou op elk gebied van je leven. Ook financiën dus. Werk, financiën, kinderen, liefdesleven, romantiek, hobby's, vrienden. Op alles. Dit is echt een heel belangrijk stukje. Dit is echt een heel belangrijk stukje voor jou. Heel veel liefs. Jullie allemaal heel veel liefs. Hier zijn de beloofde clips. En heb het goed. En ik zie je de volgende keer weer. Ciao.